hebben een heel goede teambuilding stage gehad. Het is goed gewerkt geweest en ik denk dat iedereen wel klaar is voor de komende wedstrijden. Ja. De eerste helft stond we redelijk goed in organisatie, vond ik. En de tweede helft was denk ik ja, voor neutrale toeschouwer een genot om naar te kijken. En als je kan meten met op dit moment denk ik de beste ploeg van België, dan moeten we daar vertrouwen uit putten en verder gaan op dat elan, want ik denk dat we in stijgende lijn zijn. Ja, het is nooit een gemakkelijke wedstrijd. Hè. Moesgroen heeft dringend punten nodig. Wij zouden ook wel heel graag willen winnen. Dus ja, het zal sowieso niet simpel worden. Ze hebben ook een nieuwe coach. Dat is altijd wel wat gevaarlijk. Dus ja, we gaan zien. We gaan top moeten zijn om daar iets te kunnen pakken.